box. Beginner's box. Ja, want als je nog nooit iemand geprikt hebt, dan moet je hier vooral beginnen. Ja. Want die kan eigenlijk niks fout gaan. Dat is dus. Ja. Of je moet echt wel redelijk neus zijn, dan kan je maar beter gewoon gelijk stoppen. Want dan weet je dat je geen goede carrière voor je hebt. Klein beetje links komt die, hartstikke goed, dat is één. Een beetje rechts, dat is voor je facet L5 naar je zaken toe. Dat is die. Dan doe ik hier zo mijn middelvinger op de. Hier tussen heb ik hier L5 en hier is L4. Pak ik daar zo mijn vinger tussen en dan weer zijk. Praat even voor de camera, pak je rechts. Loodrecht naar beneden. En dan hebben we hier dus facet L4, L5. Links facet L4, L5. Ja. Waar moet ik niet prikken als ik hem hier prik, is hier recht in het midden. Maar ja, ik kan niet door mijn eigen vinger heen prikken. Zie je? Dus daarom stop, doe ik daar mijn vinger heen. Oké, dan gaan we even bijvoeren. Hier, daar heb ik mijn vingers langs, een beetje rechts, tot daar, top. En een beetje links, daar ook. Super. Oké. Hier is L5, L4. Tussen je L4 en L5 naar je SI, of nee, tenminste de randen van je heilig, tenminste van je ilium heet dat, je darmen, heb je het ilio-lumbaal-ligament. Die hecht hier aan. Wat doe ik dan? Een beetje links, ga daar naartoe, naar het ilio-lumbaal-ligament. Hier mijn middelvinger weer op die botrand, dan weet ik waar ik heen moet prikken. Dan hebben we hier weer mijn botcontact. En dan gaan we steeds zo naar beneden en dan komen we nu bijvoorbeeld bij je SI-gewricht. Dit hier. Maar die ligamenten, dat is eigenlijk een heel complex wat er omheen gaat. En wat ik nu doe, dat is de klassieke Hackett. A, B, C, D. Nou, die D komt zo, maar mijn spijt is leeg. Even bijvullen. Dat zijn de klassieke A, B, C, D punten van die Hackett zelf. Hier rechts, dus hier. Zitten we net naast, daar zitten we. Hetzelfde doen we aan de rechterzijde. Wie hier op deze rand. Kleine pikje A. Pikje B. C. Een beetje C, iets lager. En dan vanuit hieronder. Onderrugbekken is klaar. Ja. Heel goed.